Een hele goede dag, dames en heren, crypto traders. Mijn naam is Jan Robert Schutte van Crypto Academy. En vandaag ga ik jullie wat vertellen over de Dollar Cost Averaging Portfolio, afkorting DCA. Dat is een soort gemiddelde strategie waarbij we een mandje van 7 coins kopen. Dat is per $50. Oftewel, $350 gooien we in het vet. En dat doen we als volgt. We gaan elke week dan wel een paar keer per week een mandje kopen van $50 en die breiden dan gedurende periode uit. Wat ik hier heb staan, dat is een Google Sheet. Daar heb je ook toegang tot als crypto lid. En we hebben hier bijvoorbeeld een lijstje met allemaal coins en de prijzen die heb ik dynamisch gelinkt naar cryptofinance.ai. En dat betekent dus dat ik niet handmatig die prijzen zelf hoef aan te passen. Dat gebeurt automatisch. En wat ik dan doe is, ik heb een soort scope van een aantal coins. Die staan aan de linkerkant in kolom A. En als ik dan een nieuw mandje ga kopen, dan zal ik die dan weer uitbreiden. Nou, hoe gaat het in zijn werk? Bijvoorbeeld in januari, op 10 januari, heb ik een mandje gedaan van Basic Attention Token, BAT, Bancor, Cartesi, Civic, Dusk, Theta en Tron. Nou, dit mandje, deze coins zijn behoorlijk gestegen zoals je ziet. Basic Attention Token is 67% gestegen sinds aankoop. Bancor ook 230%. Cartesi 176%. Civic 138,5%. Dusk ruim 225%. Theta 51% en Tron. Een week later, op 20 januari of 10 dagen later, hebben we een mandje van Beam, Hedera Hashgraph, IOTA, Kyber Network, Ontology, Zilliqa, RX, 0x hebben we gekocht. Zie je ook weer aanzienlijke plussen. Op een gegeven moment hebben we op 22 januari, dus 12 dagen na de eerste pluk, er nog bijgekocht. En dan zie je dus dat ook deze coins behoorlijk in de plus zijn gegaan. En dat betekent eigenlijk, als ik ga kijken naar Basic Attention Token, zijn begonnen op een aankoopkoers van 45 cent. Sorry, 27 cent. En een paar weken later was het iets gestegen naar 30 cent. Dat betekent dus dat we voor een mandje van 50, we waren begonnen met 185 coins, is nu 170 geworden. En hebben dus later nog een keer gekocht. De koers steeg door naar 41 cent. Dat betekent dus dat we nog minder BAT's konden kopen. En dat wil het geval. Vandaag kopen we weer een mandje. Dat betekent dus, je ziet het ook staan, 23,2. 110 bat op een koers van 6401. De koers is sinds die tijd een beetje gedaald. En dat betekent dus dat, dat we daar dus op een min staan. Maar goed, ik moet deze nog kopen. Wat we altijd doen, als we een trade uitsturen, geven we minimaal een half uur tot een uur de leden de tijd om coins te gaan kopen of te verkopen. Want dan kan ik niet worden beticht van verontreiniging. Nou, dus hoe gaat het dan in zijn werk qua resultaat? Nou, hier zie je ook een blokje Dollar Cost Averaging Strategy DCA result in dollars. Dat betekent dus dat in die gele lijn, of sorry, de blauwe lijn total open, dat betekent de openstaande posities. Er staat nu iets van 1350 open, maar ik heb vandaag nog wat aan toegevoegd. Nou, dat is dus vanaf veld 61. Moet ik er gewoon aanpassen. Veld 61, dat is hier. Veld 61 naar beneden toe tot 139. Nou, dan zie je dus dat 139 is inderdaad het geval. En de gesloten posities, loopt dus vanaf 141 en naar beneden. Dat betekent dus openstaande posities, dat is 1269 aan resultaat dus. Totaal is geïnvesteerd 3525 en het openstaande resultaat is nog 36%. We hebben in het verleden dit jaar nog wat winsten binnengehaald en ook wat verliezen genomen. Dat betekent dat we een winst hebben binnengehaald van 5381,40. En dat betekent dus dat we rond 27% rendement hebben sinds begin dit jaar. Hier zie je dus ook een nieuw plukje van vandaag. Ik heb dus 7 coins genomen. BAT, BNT, Cartesi, CVC, Dusk, Theta en Tron. Sorry. Het is geen 0x, maar Tron is dat, TRX. En dat betekent dus dat ik op deze manier heb ik voor $50, dat zie je aan de invested kolom, nu zie je dat staan. Ook de exchange staat erbij voor op welk
Coinmerge of Binance die we hebben gekocht. Als we van links naar rechts gaan kijken, dan zie je de coin regel 61, bet, de datum van aankoop 23.2, amount, dus het totaal aantal coins, BAT, dat is voor een koers van 46.01 gekocht, oftewel 110 maal het verschil tussen de aankoopkoers en de huidige koers is een klein minnetje in dit geval 35 cent. Nou, hier lig je niet wakker van. En vorige paar dagen geleden hebben we nog een ander mandje gekocht, 21ste. Staan we nu op een minnetje van $83 of euro, ja, dollar. Deze lijst kun je zelf ook gebruiken. Hoe doe je dat? Je kunt ofwel inzage krijgen, of je maakt zelf even een kopietje. En dat doe je door make a copy te doen. Dit is wel een Google Sheet trouwens, dus niet standalone. Want dan zijn de koersen vernacheld. Stel dat ik hier bijvoorbeeld een x'je neerzet, ik noem maar wat, of een z. Dan zie je dat er dan een foutmelding komt. En dat komt namelijk omdat hier dan een foute koers staat. Zeg je, nou, ik wil zelf die koersen bijhouden, dan kun je de koersen eenmalig inboeken bij kolom B. Maar goed, ik ben een trader en geen boekhouder, dus ik doe het liever dynamisch. Mocht je dat willen kopiëren dus en deze sheet via Google Sheets zelf doen, het enige wat je even moet doen, even naar Crypto Finance gaan en eventueel een licentie kopen van $10 per maand en dan kun je onbeperkt data krijgen. Goed, dit gezegd hebbende, hoe ziet dat eruit? Dus stel dat je een trade krijgt en dat doen we als volgt. Dan krijg je namelijk een trade voorbij via de mail en onze leden die krijgen via de Telegram, via de DCA, krijgen specifiek aangereikt wat ze moeten doen. Hier staat in het Engels: We added the following coins for $50 each. En dan dat plukje van 7. Met andere woorden, het staat ook bij: je kunt zelf bepalen hoeveel dat je wilt kopen. Je kunt zeggen: ik doe voor $100 per coin of ik doe voor $25 per coin. Dat maakt niet uit als je dat maar gewoon in verhouding doet. Nou, hoe gaat het denk ik concreet in zijn werk? Dat doen we als volgt. Dan gaan we kijken wat we moeten doen. Dan ga je bijvoorbeeld naar Coinmerge. En als je op Coinmerge een account hebt, dan kun je heel eenvoudig ofwel per coin met iDEAL betalen. Maar goed, dat is dan iedere keer 30 cent aftik aan iDEAL kosten. Of je kunt zelf bijvoorbeeld zeggen: ik ga hier een aantal Coinmerge coins kopen. En CM staat voor Coinmerge coin en dat is 1 euro. Met andere woorden, je kunt ook zeggen: ik ga een pluk kopen CM. En dan zeg je. Coinmerge coin, eigenlijk moet die erbij staan namelijk. Die staat bij de wallets dan. Maar in ieder geval, die heb ik in mijn wallet staan. Dan kun je zeggen, ik ga een Coinmerge coin kopen. Nou, ik heb hier nog 98,5 euro. Dus dan kan ik voor twee dingen kopen. Nou, wat je kan doen, stel dat je zegt, nee, ik wil wat bijkopen. Dan doe je als volgt zo. Dan moeten we dus, nou kun je zeggen, ik ga voor 150 euro ga kopen. Dan zeg je, via iDEAL kun je eventueel kopen. Dus dat is heel mooi, want dan kun je namelijk met iDEAL afrekenen. En dan koop je een plukje Coinmerge coins. En dan betaal je eenmalig de iDEAL kosten. Dan ga ik even inloggen in ABN AMRO. Dan ga ik even deze transactie doen. Inloggen en dan accorderen. Als het goed is, komt dan 150 Coinmerge coins in je portfolio. Als het goed is. Terug naar de webwinkel, dat is dus Coinmerge. En dat gaat als volgt. Normaal gesproken gaat het automatisch. Nou, als het goed is, komt dan gelijk 150 CM naar voren. Dus dan is het zo dat je vanuit de positie van CM kunt kopen. Nou, ik heb nu 150 gedaan, dus wat ik kan doen, dus ik kan nu zeker met dit plukje erbij 3 coins kopen. Nou, wat ik nou ga doen is, ik koop eerst 3 bijvoorbeeld. Ik ga een Basic Attention Token doen, BNT en Cartesi. Over Cartesi hebben we onlangs een 400% rendement binnengehaald trouwens, en die ga ik nu weer bijkopen. Dat is dan BAT, noteer ik even. BNT, dat is Bancor, en CTSI, dat is Cartesi. Oké, gaan we. Het enige wat je hoeft te doen, dat kun je ook via de app trouwens doen. Dat werkt super, super handig.
Met andere woorden, je kunt zowel via de exchange handelen op de website, of je gaat via Coinbase handelen. Ik moet wel bijzeggen dat Coinbase ietsjes duurder is dan normale exchanges zoals Binance. Maar dat is wel heel erg gemakkelijk. Dus dan betaal je een beetje voor eenvoud. Nou, dit is gesynct. Het enige wat je hoeft te doen, je gaat naar Coins. Eerst op het rijtje staat BAT, Basic Attention. Nou, dan kun je oftewel BAT intoetsen of Basic Attention Token. Op twee manieren zoeken. Klik je hem aan. Ik wil zeggen dat Coinbase niet de allersnelste website is. Dan doe je bijvoorbeeld voor 50 euro. Dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen, ik koop voor, even kijken hoor, 127,72 BAT. Dat rekent hij zelf uit. Dan is het zo dat je via BAT en op Coinbase houdt. En die gaat met Coinbase Coin betalen. Dus niet met Ideal. Dan kun je zeggen met Coinbase Coins. En dan hoef je geen transactiekosten te betalen. Dat zit in spread verwerkt. En keep on Coinbase betekent dat je hem gewoon op de exchange wallet laat. Je hoeft geen aparte rekening aan te maken. Nou, ga ik deze kopen. Nice, you bought 127,81 BAT. Die is gedaan. Vinkje. Dan gaan we naar BNT. Dat is een Bancor. Ga ik naar Bancor. Bancor, die staat er ook bij. Kijk, ik heb nog een positie lopen. En ik heb een winst rendement van 227 procent. Nou, ik ga ze gewoon bijkopen. Kijken wat er gebeurt. Weer hetzelfde laat ik een pak. Dan kun je zeggen, ik ga voor 50 euro kopen. Nou, het staat nu wat in de min 6%. Maar goed, dat hoort allemaal bij fluctuatie natuurlijk. En ik denk dat ik een stuk of 10 kan kopen dus. Bij deze. Even wachten dus. En dan gaan we op deze manier Bancor kopen. Kijk, als je nou zegt ik ga via Ideal betalen. Dan betekent dat je daar dus nog 30 cent voor moet betalen voor Ideal. Maar dat doe ik even niet. Bancor ga ik kopen. Nice, I bought 10 BNT. Die komen straks ook in de wallet te staan. En dan staat dan bij de openstaande orders. En ik doe gewoon bestens. Ik koop die dingen gewoon. En dan ga ik naar CTSI. CTSI. 69,10 euro heb ik nog staan. 314% winst. Nou goed. We hebben onlangs rond 400% winst genomen op een deel. Dus ik koop nu een plukje terug. En dat betekent vandaag 20% lager. Nou goed, op zich geeft het niet. Dan ga ik deze bijkopen. 388 CTSI's. Deze koop ik dan. En dat betekent dus dat ik weer 50 CTSI's bij krijg. Nou, hartstikke goed. Koop. Nou, als het goed is bij de orders die je hier hebt staan, dan kun je namelijk kijken wat je overstaande orders is of wat gesloten is, zeg maar. En dan dat betekent dus dat je ook kunt zien wat hier dan staat. Open, closed orders. En betekent dus dat als het goed is komen de laatste drie trades. BNT en BAT en BET. En CTSI die komt er zo nog bij. Kijk, die wordt dan bijgewerkt zo. En dan komt hij erbij te staan. Dan ga ik dus terug naar mijn wallet. Kijk, daar staat hij ook bij de bovenste drie. Een kind kan de was doen. Ga je naar wallets, dan zie je je portfolio, je portefeuille. Heel mooi overzicht. En dan kun je ook sorteren op prijs of op ROI of balance. Nou, dan kun je dus mooi zien. Of je gaat naar home en dan kun je dus op Coinbase kijken wat je posities zijn. Nou, ik hoop dat dit een beetje duidelijk is. Wil je meer weten natuurlijk over hoe je gaat crypto's traden, dan kun je ook naar onze membership site. Daar heb je ook toegang tot gekregen. En voor de extended leden, voor de crypto 10 elite traders, die hebben nog een speciale sectie en wordt ook gevuld binnenkort. En daarbij krijg je dus heel veel extra toegevoegde waarde. Heb je topics of heb je comments en wil je graag nog meer weten? En dan kun je ook namelijk in de commentvelden aangeven wat je graag wilt zien. Nou, Hans Disma zegt bijvoorbeeld: ik wil graag weten hoe zo'n Ledger Live werkt. Hij handelt alleen maar via Coinbase. Niet alle Coinbase kan ik aanschaffen die je aanraadt. Nou, met andere woorden, dan zet ik hier ook een soort bij de how-to's en getting started een strategie bij van ja, hoe moet je handelen op Binance. Tot dusver deze leuke
tutorial. Ik hoop leuk en interessant. Feel free om ons te contacteren. En heel veel succes met crypto traden. Hasta la vista. Bye.